Siske de Rat. Die keek heel boos naar. Gaat waarschijnlijk door tot 2012. Wat is het grote succes van die musical? Ja, ik denk toch een volksgebeuren. Daar word ik mee. Iedereen natuurlijk het boek gelezen of de film 25 jaar geleden gezien met Ik zei de gek. Ja. En het spreekt nog steeds aan. En ik merk gewoon, het is wel leuk, want er waren gisteren zelfs valse kaarten in omloop. Wat zeg je nou? Marktplaats, dus er waren dubbele boekingen. Dus maar dan komen er dus mensen voor één plek. Wat doe je dan? Dus de kleren was een beetje uitgebroken gisteren, met recht. Krijgt toch allemaal de kleren? Ja, allemaal de kleren. Nee, ja. En dat was wel heel top van Joop van Nen en theaterproducties. Hebben ze zeg maar de enkele plaatjes, daar hebben ze die mensen verspreid. Dat is ongelooflijk. Maar die zijn er minder gezellig uit. Ja, maar ja, of je wordt naar huis gestuurd, het is één of de twee. Ja. Dus het is wel te gek dat je even goed nog hebt kunnen kijken. Wat wel eens gebeurt met een artiest, is dat een artiest zichzelf weer uitvindt. Dat is met Gerard Joling ook namelijk gebeurd. Gerard heeft zichzelf weer uitgevonden. Iemand zei dat laatst tegen me. Toen dacht ik, ja, daar heeft, was een hij gelijk in. Ik heb het gevoel dat dat met jou ook zo is. Jij bent dan bij de Thijs van Nieuwkerk geweest, daar bij de wereld slaat door, moet ik zeggen. En toen kwam net die vonk dat je dacht, ja, ik moet in dat gat duiken. Nou, ik ben ook heel eerlijk. Kijk, André Hazes was net, het zegt nu al bijna 4 jaar geleden. En het zit bij mij nog, want ik heb André heel goed gekend. Het zit echt een stuk jeugd van mij. Dus het is heel gevaarlijk van, ga je het levenslied zingen? En ik, dat hoop je wel, maar ik vind dat zal ik zelf... Maar waarom zo bescheiden? Want jij hebt die stem. Maar dat past niet bij me, joh. Dus het was een geschenk uit de hemel dat Matthijs dat zei. Dat geef ik eerlijk toe. En dan denk je, oké, als andere mensen het gaan zeggen, dan wordt het een ander verhaal. Ik heb het gevoel dat je bang bent dat jij nu... In die hoek wordt gezet en dat jij daar... Je wil eigenlijk Nee, helemaal niet. Kijk, de mensen of het Nederlands publiek, iedereen staat op zichzelf. Kijk, je hebt één André Hazes en je hebt één Willy Alberti en één Danny de Munk. Alleen, het is wel waar dat mijn stem, die leent zich daarvoor. Met die snik in die traan! Ja, Carlo. Mag ik, voordat je doorgaat, smartlappen, nog even terug naar Siske de Rat. Heb je enig idee hoe vaak je nu de musical hebt gespeeld? Pots, te veel. Je telt Ik had het van de week nog. Ik kwam thuis, ik zeg tegen je, het is gewoon niet te geloven. We staan nu in de rij. Ja. Dat er elke avond 2000 man... Maar je houdt het zelf dus niet bij. Nee, schat. Maar elke avond staat er 2000 man. Maar goed, wat zo leuk is om te vertellen, is dat er extra voorstellingen ook weer bij komen. Tot maart in de rij, Tot maart in de rij en dan in april eindelijk dan in de... Met je eigen smartlappen. Ja. 10 jaar, terwijl we je... Dave, ja. Je hebt toch een duet met Dave ook opgenomen? Ja, die staat ook op de... Over de cd, hoe heet die? Laat ons niet alleen. En dat was eigenlijk een anekdote tussen mij en André Hazes. Toen ik zeg maar kind was, hadden we het nummer Toen nou kom weer thuis. Toen nou kom weer thuis. Je moet weten dat we echt veel van je houden. Toen nou kom weer thuis. Zonder jou is het hier koud hier in mijn kruis. Nee, het einde was het. Ik heb een bandje nog. Ja. Nee, dat is eerlijk gebeurd. Toen belde André mij op en hij zei, ik heb echt klote nieuws. Het kan niet, want wij zaten allebei bij een verschillende platenmaatschappij en die kwamen niet overeen. En toen dacht ik, wat André in mij zag, zie ik in dit jongetje. Dat zal mij niet gebeuren. Dus ik heb gezegd, laat me alsjeblieft een duet met je opnemen. Nou, hij vond het helemaal te gek, die kleine. Ja. En, want stel dat hij ooit een platencontract had aangeboden, dan ben je hem kwijt. Dus gelukkig is het. En het staat op de cd, dat is hartstikke mooi.